Ja, of Rex Schreuder. Dan is ineens het WK voorbij. Heb je dan het idee dat er in de groep ook iets is van, nou kan het echt beginnen, het clubvoetbal? Of waren jullie daar al lang mee bezig? Ja, nee. Ik denk dat het los van elkaar staat. Ik had het gevoel dat de jongens vanaf de eerste dag ermee bezig waren om bij Twente zo goed mogelijk fit te worden. Ja, vond je er eigenlijk van, die uitschakeling? Ja, zonde. Altijd zonde natuurlijk met penalties. Maar goed, de eerste keer kwamen we door met penalties. Nou verlies je, ja. We hebben de kans gehad in de wedstrijd en dat was jammer dat we niet door zijn. Loterij, zo'n penalty-serie? Nou, gebleken denk ik van niet. Als je ziet wat Van Gaal ervoor heeft gedaan met keeper erin brengen. En, dus het is niet altijd een loterij. Ja, Tadić weg bij FC Twente. Dat is nu zeker. Zondag kondigde je dat al min of meer aan. Nu is het dan zover. Druk bezig met de invulling? Jawel, goed. We spelen wat dingetjes waar de club mee bezig is. Dus ja, hopen dat er snel duidelijkheid komt. En ja, het zou mooi zijn. Dan kunnen we weer verder. Ontzettend blij en trots dat Tadić bij ons heeft gespeeld. En voor Twente een mooie deal. Dat is hetgeen waar de jongens voor naar Twente komen. En dan ook nog presteren. Ja, dat is prima. Je zegt een mooie deal. Dat houdt dus in dat je in ieder geval wel aan vervangers kunt denken. Ja, Kusk, die naam zoomt al lang en zou ook al in Enschede zijn. Van Aalborg, dat is ook zo? Ja, die kans is denk ik heel reëel dat er binnenkort duidelijkheid gaat komen. Wat is dat voor speler? Behendige buitenspeler, ja. Mooie speler, kan goed tussen de linie spelen. Daar is volop interesse in voor ons en we hopen dat het binnen enkele dagen beklonken is. Ja, dan wordt er nog een naam steeds genoemd. Blijf het maar vragen. Ziyech nog steeds in het kopje? Nou goed, iedereen weet dat Ziyech een hele goede speler is. Maar volgens mij wil heel Nederland Ziyech hebben. Dus die zal ook bij ons op de lijst staan. En hoe staan jullie nu in de voorbereiding? Ik zit naar een oefenwedstrijd te kijken waarin jullie in ieder geval geen tegengoal krijgen. Dan moet je gunstig stemmen. Ja. Dat was tegen Holdenzaal anders. Ja. Ik zie heel veel jonge jongens. Alvin Daniels is een voorbeeld. Dat is een bewuste keuze om die vanuit de belofte Jong Twente om die in te laten stromen? Ja, nee, maar dat is ook zo. Je ziet heel veel jonge jongens. Maar dat willen we bij Twente. We willen de jongens de kans geven in de voorbereiding mee te draaien met het eerste. Waar mogelijk. En daar kunnen we ook de internationals die we later zijn ingestroomd gewoon op een normale manier in laten stromen. Dus vandaag hebben ze de laatste 20 minuten gespeeld omdat ze een looptest hadden vandaag. En dat hoort bij het nieuwe Twente. Veel jonge jongens zullen we zien in de toekomst. En dat is alleen maar goed. Het nieuwe FC Twente noem je dat? Ja, ik vind wel. Ik denk dat we die weg vorig seizoen zijn ingeslagen. Volgens mij is de leeftijd vorig seizoen met gemiddeld 5, 6 jaar naar beneden gegaan in één jaar. Dat zegt heel veel. En dit seizoen gaan we waarschijnlijk weer naar beneden. Maar dat vinden we hartstikke mooi. We zorgen dat de jongens ambitie hebben. Dat is belangrijk. Is dat ook mooi voor een trainer? Want zo'n trainer ben je denk ik wel. Die graag jonge jongens door wil laten stromen. En dan uiteindelijk kan zeggen van kijk eens even. Die hebben we allemaal nog naar boven kunnen brengen. Ja, maar we doen dat met z'n allen. Hè. We hebben dat met z'n allen zo besproken binnen Twente dat we dat graag willen. Hè. Vanuit opleiding en daar is Michel heel belangrijk in geweest. Om ook die visie zo naar buiten uit te dragen. Dat is vorig jaar heel goed gegaan. En ik denk dat Paul Plas, Verwonderen, Mulder allemaal hetzelfde denken. En dat is belangrijk, dat je als club hetzelfde denkt. Ja, want aan de samenstelling van de staf is niet zoveel veranderd. Ja, jij staat hier nu voor een camera, dat is het toch? Nee, dat is het enige. En iedereen heeft zijn rol daarin. En dat is denk ik heel duidelijk. En wanneer komen de internationals allemaal terug? Nou, in principe is het nog wachten op Gutierrez. Dat is het enige, die komt later. En die komt over 2 weken terug. Ja, en dan heb je alles compleet. En hoop je ook de aanvulling te hebben die je graag zou willen hebben als vervanging van Tadić? Ja, dat zou mooi zijn als dat we dan compleet zijn. Ja. Dus er zullen geen hele grote dingen meer gebeuren verder. Vrees je nog dat er spelers eventueel gaan? Want ja, het is nog lang geen eind augustus. Nee, maar ik vrees dat niet. Maar het is gewoon, dat hoort bij FC Twente. Dat de betere spelers uiteindelijk verkocht gaan worden. En dat is ook heel gezond. Dus, maar dat vrees ik zeker niet. Want ik heb vertrouwen in de club dat we daar op een goede manier mee omgaan. En we hebben zelfs, zie je vandaag ook, we hebben gewoon heel veel talent lopen. Ja, tenslotte trainingskamp in Hetslaken. Mooi gebied, weet ik toevallig. Maar een smetje is dat je daar geen oefenwedstrijden kunt spelen. Nee, goed, dat is ook zo. Daar zijn we mee bezig om te kijken of we toch nog iets kunnen organiseren. Maar dat wordt een lastig verhaal. Ja, is dat een echte streep door de rekening omdat je dan een soort opbouw verstoort of overdrijf ik nu? Nee, goed, je moet niet denken in problemen, je moet denken in oplossingen. Dus daar moet je creatief mee omgaan en kijken wat wel kan. En we hebben in ieder geval zaterdag Emmen. Succes dan. Dankjewel.